Het drinkwatersysteem in het binnenland moet worden uitgebreid. Kapitein Johan Sandveld van het dorp Abenastong in Sipaliwini zegt dat dit nodig is omdat bepaalde dorpen zich uitbreiden. Ook moet er worden gewerkt aan de waterpomp van het dorp die nu kapot is. Echter wordt er volgens Sandveld door het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen al gewerkt aan het oplossen van dit probleem. Aannemer vinden we ook op hoe een watersysteem gaat door. Omdat je in het dorp je op een toe buizen zijn moest vervangen. Precies bij wat er moest gaan. Tegen de sukunale op de buizen dat fok op. En zijn ununanga aan ministerie taki, mi is het ook ego in werking. Omdat ununanga ministerie taki uitbreiding mogelijkheid moest degen aan dorp. Want het dorp is breed uit. En de mouw breien uit naar 5 euro tanks. Ja, de mouw bij een generator is op een paneel neurokona vast nu. En amasa fena orokono, ik denk, amma kies een rustig bama amai wakta moni tak a minister voor financiën, moest spora moni. Dus met doen aborop lek kapitein voor Adorop, lek kapitein voor Adorop Abenastong. En lek libisma voor akondre mamasranang, tak alasma ab drinkwater van Udu. En a minister voor financiën. Met doen aborop tap a minister voor financiën, met kapora moni jaman ondernemer, met kama kaseta waterstand voor Adorop Abenastong. Minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen zegt dat het ministerie samen met de Surinaamse Waterleidingmaatschappij ook andere projecten uitvoert, waarbij meer dorpen worden voorzien van schoon drinkwater. We hebben ervoor gekozen om de watervoorziening, drinkwatervoorziening van Guyaba op basis van een goede samenwerking met de lokale gemeenschap. Waarbij er sprake is van een overheidsbijdrage, maar ook een bijdrage van de lokale gemeenschap in de vorm van bouwmaterialen. Er was enige stagnatie daarin, het aanleveren van het materiaal. Ik heb begrepen dat kort voor de watersnoodsituatie, dat er schot was gekomen in de zaak. Dus nu denken wij dat nadat het water is teruggetrokken, enigszins dat we dat project kunnen oppakken, de watervoorziening van Guyaba. Ja, het gaat om, is een groter project waarbij ook, dus naast Guyaba, ook Pamboko en Kayapati worden meegenomen. Het systeem van Pamboko is al in bedrijf. Wat nu nog moet gebeuren op Pamboko is de uitbreiding van het waterleidingnetwerk. Maar het waterzuiveringssysteem is al in bedrijf. Op dit moment is er al sprake van schoon drinkwater op Pamboko. Het ligt in de bedoeling 55 dorpen in het binnenland te voorzien van schoon drinkwater.